Mijn naam is Erwin Kooijman. Ik ben Senior Manager ICT bij Crédit Agricole Consumer Finance. Wij korten dat af tot CACF NL. CACF is een bedrijf dat zich richt op het verstrekken van consumptief krediet in de Nederlandse markt. Hoofdzakelijk via het intermediair kanaal, dus via een tussenpersoon. En sinds kort ook met een directe propositie. En daarbinnen zijn wij marktleider, in ieder geval als je kijkt naar omvang van portefeuille. En proberen we natuurlijk ook vanuit die rol het omliggende speelveld te beïnvloeden in de Nederlandse markt. We hebben een substantieel verandering-programma gedraaid de afgelopen jaren. Daarbij heeft het framework ons uitstekend ondersteund. Even de achtergrond, zo'n beetje in 2008, toen er een fusie ontstond binnen het bedrijf, is een nieuwe commerciële ambitie geformuleerd. Daar hoorde natuurlijk ook een organisatie bij en uiteindelijk als laatste schakel in de keten ook een ICT-strategie. Een bedrijf met een lange historie en dus ook een behoorlijke complexiteit aan de IT-kant opgebouwd. Had toch in ieder geval een omvangrijk programma neergezet als onderdeel van die strategie. En wat wij zagen is dat het toch wel een uitdagende klus zou worden om dat te gaan implementeren. Eigenlijk een aantal key pilers, toch wel redelijk traditioneel denk ik voor een ICT-strategie. We zeggen iets over infrastructuur, we zeggen iets over applicaties, we zeggen iets over besturing en we zeggen iets over hoe dat er in zijn totaliteit dan uit moet zien, ook qua competenties van mensen. Wat er wel vaak, denk ik, onderschat wordt en ook weinig belicht in de strategie zoals wij hem destijds geformuleerd hebben, is juist welke verandering is er nou aan de menskant nodig. Hè? Dus niet alleen maar de competenties van de menskant, maar hoe moet die mens zich dan ook echt gaan gedragen. Wij zijn feitelijk begonnen om ons verandering-programma in te zetten als het implementeren van de ICT-strategie. Maar ik denk dat de uitkomst niet per definitie meer helemaal aan dat doel opgelijnd stond, maar feitelijk een ICT 2.0 was. Waarbij met name aan de menskant er behoorlijk veel veranderd is. En eigenlijk wel een aantal van de ambities van die strategie wel degelijk vormgegeven zijn. Dan hebben we het over dingen als inderdaad een verhoogd samenwerken, waardoor een verhoogde productiviteit ontstaat. Daarmee dus een kortere time to market. Uiteindelijk parallel ook een veel groter kostenbewustzijn en bijbehorende kostenreductie. Zo zijn er wel een aantal assen die dan niet geheel toevallig ook in het samenspel zijn met die strategie. Maar we zijn uiteindelijk veel meer de kant van de mens opgegaan dan de werkelijk harde IT-kant. Wat uiteindelijk ook zeer goed uitgepakt heeft. Ik denk wat ik eigenlijk met name de laatste tijd ervaren heb, is dat het zeker niet te onderschatten is dat het werk niet over is als het programma afloopt. Dus het onderhouden, het bijhouden van die verandering, ook zorgen dat het binnen de organisatie geborgd blijft, dat is een hele belangrijke. Ik denk dat zeker parallel eraan, waar wij heel erg begonnen zijn ook met de focus op ICT, is zo'n afdeling ICT nooit een op zichzelf staand iets. Dus du moment dat je daaraan gaat sleutelen, dan ga je het eigenlijk over de hele organisatie hebben. En dan is natuurlijk ook het draagvlak binnen die gehele organisatie wel van cruciaal belang.